Joost Klein en creatief director Guffen met kijken terug op een intensieve eerste week van het Songfestival. De uitdagingen waren behoorlijk pittig, maar ze zijn tevreden over de eerste repetities, zo vertelden ze aan het ANP. Onder deze omstandigheden gaat het goed. Er zijn veel prikkels, vooral voor iemand met mijn achtergrond is dit niet de makkelijkste opgave, reflecteert Klein, die in het verleden openlijk sprak over zijn mentale worstelingen. Ik besef dat ik voor de mensen om me heen ook niet altijd de makkelijkste persoon ben. Maar ik zet wel mijn beste beentje voor. Ook mij deelt zijn ervaring van de eerste week en geeft toe dat het lastiger was dan verwacht. Dit kwam deels door de voortdurende aandacht voor alles wat het Nederlandse team in Malmö doet. Ik denk dat dit echt een van de zwaarste weken uit mijn leven is, bekende cabaretier. Ik heb al behoorlijk wat heftige dingen meegemaakt, maar alles wat we hier doen heeft gevolgen. Alles wordt onder een vergrootglas gelegd. Ik merk dat ik zelf ook nog veel leer. Ik dacht dat ik wel iets wist van media. Maar dit is een totaal ander spelletje. Desondanks voelt Klein zich goed over de repetities van afgelopen week. Het is gewoon heel erg wennen en heel anders dan ik gewend ben. Normaal gesproken repeteer ik niet, legt hij uit. Voor Lowlands hadden we slechts één of twee keer gerepeteerd. Maar nu zijn ik en het hele team al maanden bezig. Iedereen is diep betrokken. Ik denk dat alles nu op zijn plek begint te vallen. Komende woensdag staat er opnieuw een repetitie gepland in de Malmö Arena. Dan zal de gehele tweede halve finale twee keer in zijn geheel worden doorgenomen. Donderdag is het dan echt tijd voor Klein om aan de bak te gaan en te strijden voor een van de tien laatste overgebleven finale tickets voor zaterdag.